Tuurlijk nee, inderdaad, het is een aardbeving geweest. Moeten we niet vergeten, mensen. Het is een aardbeving geweest. Ja. Dit is MBO'ers pakken aan, waarbij 39 MBO-studenten strijden om de titel Landelijk Ambassadeur MBO 2022. Deze ambassadeur vertegenwoordigt het MBO en laat zien wat de studenten allemaal in hun mars hebben. Vandaag beoordeelt de jury de studenten op 5 criteria. Leiderschap, samenwerken, probleemoplossend vermogen, creatief denken en communicatie. Deze aflevering volgen we weer 4 studenten. Dylan, Iris, Tobeka en Lianna. Zij zijn 4 van de 13 studenten uit regio Noord die allemaal meedingen om die titel waar het om gaat. Landelijk ambassadeur van het MBO 2022. Hoi, ik ben Dylan en ik ben ambassadeur van het Noorderpoort. Hoi, mijn naam is Tobeka van der Velde. Ik ben 19 jaar oud en ik woon in Kampen. Ik ben Iris, ik ben 20 jaar oud. Mijn naam is Lianna Heitema. Ik ben 18 jaar en ik kom uit Gouden. Ontzettend veel zin om als ambassadeur van het Noorderpoort te stralen tijdens de challenges. Ik hoop dat het vandaag een leuke, spannende dag wordt. Samenwerken, maar ook een beetje strijden. Zo zie ik het vandaag. Door de opwarming van de aarde hebben we helaas steeds vaker te maken met natuurrampen. Aardbevingen, overstromingen, branden. En jullie als MBO'ers hebben vandaag de kans om 1 iemand te redden. De uitdaging voor jullie vandaag is een reddingsoperatie tijdens een aardbeving. Daar in de hoek ligt een gewonde man in zijn huis. En er kan geen kant op. Tussen jullie en de man ligt een enorme puinhoop. Jullie moeten de man binnen 30 minuten zien te redden. Want anders gaat hij in shock. Dan sta je daar en er wordt het spel uitgelegd door Jan Versteeg. In ieder geval eerst wel wennen, want er staan allemaal felle lichten op je en camera's. Naast jullie staan 2 tafels. Daar staan voor 1. Op tafel 1 liggen meer attributen om uit te kiezen, maar minder informatie over de situatie waar jullie in zitten. Van die tafel mogen jullie 6 items kiezen. En je hebt tafel 2. Daar liggen minder items, maar meer informatie over deze reddingsoperatie. Maar van tafel 2 mogen jullie slechts 5 attributen kiezen. Jullie mogen je alleen verplaatsen over de gele en witte blokken. Als je de grond raakt, komt er 5 minuten straftijd bij. En alleen de gele blokken mogen verplaatst worden. Jullie krijgen vanaf nu 5 minuten de tijd om samen te bepalen welke tafel je kiest. Succes! Oké, wat houden jullie? Ik zou zeggen meer informatie en dan gewoon 5. Ja, ik ook. Het is wel moeilijk om er dan te komen, hè? Ja, we hebben maar 2 gele blokken namelijk. Ja, ze moeten wel met z'n allen op 1 blok staan. Wat is 1 attribuut vergeleken met meer informatie? Ja. Eens. Ja, okay. Er was eigenlijk maar 1 mening die we allemaal wel vonden, van dat we gewoon meer informatie moesten en minder spullen. Volgens mij had iedereen wel dezelfde mening, dus dat was mooi snel. Je enige idee, Dylan, hoe je dit gaat doen? Heb je daar ook over nagedacht? Nee, eigenlijk niet. We gaan eerst zien wat er in de opdracht staat. Beste studenten, zeer verstandig om deze tafel te kiezen. Zodra jullie bij het slachtoffer aankomen, ontstaat er een nieuwe noodsituatie. Hiervoor zullen jullie gezamenlijk de noodstroom op gang moeten brengen. Hiervoor hebben jullie attributen nodig waarmee de generator aangezwengeld kan worden. Ik heb nog 1 kleine verrassing. Jullie mogen 1 item, maakt niet uit wanneer, maar gedurende het spel mag je 1 item ruilen. Ja. Jullie krijgen 10 minuten de tijd om een plan te maken hoe je het slachtoffer wat daar ligt, hier gaat krijgen. Een plattegrond. Plattegrond lijkt me handig. Ja, dit is 1 centimeter de afstand. Okay. Maar er stond ook iets in over de generator. Wat hebben we nodig om die generator aan te zetten? Types, altijd goed. Ja, van de attributen die hier liggen, denk ik toch wel dat dat iets met een... Zijn we er klaar voor? We gaan 30 minuten nu in. Lianna, je staat al op het cel. Dat betekent 5 minuten straftijd erbij. Ah! Ja, ze stonden bij de tafel te discussiëren. Ja, toen kwam Jan al. Ja, je staat op het zeil. Dat mag niet. Ja. Nee. Ja, ik had het ook kunnen zijn. Dus dat... Nee. Dat we gelijk heel erg op elkaar ingespeeld waren wel. Maar wel een beetje te lief met elkaar. We hadden nog niet echt de vaart erin. En nog niet echt een concreet plan. Ze weten niet waar ze naartoe gaan. Zie je dat? Kijk. Ze zitten erachter. Waar gaan jullie nou helemaal naartoe? Naar dat andere kastje daar zo. Maar hij ligt daar, hè? Kleine 20 minuten.
is genoeg, dan kunnen wij. Dat is genoeg? Ja, prima, er is geen stress. Lekker zeg. We hadden niet echt een plan. Want ik hoorde Jan nog zeggen, ja, jullie hebben wel minder dan 20 minuten. Dus ik riep, oh, dat is meer dan genoeg. Geen idee wat ik moest doen, maar ik dacht, dat lukt vast wel. Maar als we het dan van daar naar daar doen... Ja, dat is... Het is chaos nog een beetje, hè, jongens? Maar misschien is dat... Ja, maar er is een aardbeving geweest. Ja, natuurlijk is inderdaad, het is een aardbeving geweest. Dat moeten we niet vergeten, mensen. Het is een aardbeving geweest. Ja. Girl power! Beste studenten, er is iets vreselijks gebeurd. Er is een nieuwe aardbeving gaande en alle stroom is uit. Nu is het aan jullie om de noodstroomvoorziening aan te zetten. We hebben één ding niet slim gedaan. We zijn met de hele groep alles gaan doen, maar we moeten even ons opsplitsen nu. We kwamen erachter dat we naar verschillende punten moesten en nou ja... We zijn met 4 mensen, nou laten we die ook goed gebruiken. Ze zijn wel rustig, vind ik. Absoluut, ze zijn heel erg rustig. Maar ondertussen ligt daar wel een slachtoffer bijna dood te gaan. Er komt toch wel een beetje meer crisis en dan hoor je Jan Versteeg. Nou, jullie zitten op de helft van de tijd. En dan begint het toch wel een beetje te dringen. Ja. Ik probeerde eigenlijk mezelf niet gek te maken door me te concentreren op de tijd. Want ik had wel het gevoel dat het uiteindelijk ging lukken. Is dat metalen ding? Ja, dat zijn die zwengels. Die moeten we gebruiken, anders kunnen we niet draaien. Oké, jongens, we moeten ruilen, denk ik. Ja, we hadden dus een sleuteltje waarvan we dachten dat het wel handig was om dat ding mee aan te zwengelen. Alleen dat was dus niet zo. Die hadden wij niet meegenomen. Dus dat hebben wij geruild. En toen was het opgelost. Nu de stroom uit is, dit is natuurlijk het moment dat de jury ook goed kan bepalen wie heeft leiderschapskwaliteiten, wie communiceert er goed, wie pakt er een rol op. Moet je wel vangen. Yes! 1, 3, 4, 5. Yes! Wat staat er op B? Jij moet B 7 keer ronddraaien. 7 keer? Dus de ene stond bij die generator en de andere stond bij die generator. En zo hebben we het vrij snel opgelost. 5, 6, 7, 9, 10. Jongens, we hebben weer stroom! Yes! Yes. Hey. Het licht is in ieder geval weer aan. En toen zijn we gewoon heel snel hebben het slachtoffer proberen te redden. Oké, Dylan, heb je hem? Ja, ik heb hem. Kom je bij deze erop? Yes! Als dit lang was, dan heb ik het. Ja, zo, leg het. Ja. Ja, ja! Heel goed gedaan. En jullie hebben nog precies 3 minuten over. Oh, lekker! Ja, ontzettend trots. Echt wel een trots gevoel. Ja. Ja, het was superleuk. We hebben goed samengewerkt. Ik had wel geluk, denk ik. Want het klikt gewoon heel goed. Ja, ik ben best wel zenuwachtig. Achteraf denk ik wel vaak van, ja, waar was dat voor nodig? Ja, nou is natuurlijk de vraag, wat vond de jury van deze oefening, deze reddingsactie? Jullie hebben als groep hebben jullie elkaar gerespecteerd en dat is echt een applaus waard voor jullie, absoluut. Ja. De jury heeft over het algemeen gezegd dat ze ons een rustige groep vonden. Maak eerst een plan, dan ben je ook wat rustiger en dan gaat allemaal wat vlotter. Dus ook weer een leermoment voor de volgende keer. Dat dat beter kon, waren we gelijk allemaal over eens. Maar wel dat we het heel goed hebben gedaan en dat we trots op elkaar waren. Je hebt ons echt wel verrast, Liana. En op een gegeven moment dacht je van, nou, dit gaat totaal niet goed. En je nam meteen de leiding en je herpakte jezelf. En dat vonden we wel heel, heel positief. Dus wat ons betreft sta jij bij ons toch wel als diegene die hier goed gepresteerd heeft. Jongens, het zit erop. Super goed gedaan. En wil je nou weten wie van de studenten uit regio Noord groepswinnaar wordt? Kijk dan op 16 mei naar het Dit is MBO ambassadeursgala op het YouTube-account van Dit is MBO. En dan zie je ook wie uiteindelijk de landelijk ambassadeur wordt. Want daar gaat het allemaal om. Wie wordt de ambassadeur, landelijk ambassadeur zelfs, van het MBO 2022? Dag!